vakantie. We gaan op vakantie. We zijn even weer gestopt. We hebben zojuist getankt. Chris is even naar het toilet. Ga ik zo meteen ook nog even doen. We hebben ondertussen voor mij een paar nieuwe skischoenen gekocht. Stond niet echt in de planning. Maar mijn skischoenen waren eigenlijk wel een vervanging toe. En tot onze grote verrassing hebben we een paar hele goede gevonden. Hartstikke blij mee. Dit zijn ze. Verder? En dan verwachten we dat we rond... ik denk rond 5:30, 6:00 in het hotel aankomen. Gaan we lekker eten. Niet te laat naar bed. En dan mogen we vroeg lekker door naar ons dorp. En wat gaan we eten, Chris? Nou, om te beginnen een steak marinée grillé au trois. Maar dat is voor jullie. En ik denk dat ik een assiette trappeur ga nemen. Een mixed grill. Het is veel, maar het ziet er wel lekker uit. En dat is op vakantie ook heel belangrijk. Ik dacht het wel. En die vind ik ook heel lekker, maar Chris niet zo. Goedemorgen. Hallo. We zijn alweer een uurtje onderweg. En volgens de tommertje zouden we nog 4,5 uur moeten rijden, maar wij denken dat dat niet helemaal klopt. Dus ik ben benieuwd. Ik denk minstens 1,5 uur korter. Ja, dat zou mooi zijn. Oh, we zijn boven. We hadden de auto beneden neergezet. Omdat het hier nog afgesloten was. Maar net toen we naar boven gingen lopen, werd het toch opengemaakt. Dus Chris is nu de auto halen. En ik ben naar boven aan het lopen. Bonjour. En het is koud. Ijle lucht. Slechte conditie. Dus even wennen. Volgens mij komt Chris eraan. Zo, daar zijn we. Je komt binnen in een klein halletje. Even de deur dicht maken. Dan zit hier een deur. Dat is een schuifdeur, een beetje raar. En dat is een slaapkamertje. Even kijken, ik weet niet wat licht zit. Hier zit licht. Zo. Kijk, dat is een slaapkamertje met een stapelbed. En dan zit daar een kast. En daar waar nou al die dekens en kussens voor liggen, dat is eigenlijk het enige daglicht dat dit kamertje heeft. Dus dat is wel een beetje vreemd. Maar goed, wij gebruiken het toch niet als slaapkamer. Maar voor ons is het eigenlijk onze kledingkast geworden. Dat doen we al jaren zo. Ideaal. En dan hebben we onze skischoenen al klaarstaan. Onze skis die staan al beneden in de lokker. En we hebben hier al een dweil klaarstaan. Daar gaan de skischoenen op als ze straks nat zijn na het skiën. Zodat we niet alles vies maken. Nou, dan gaan we weer naar de gang. Dan hebben we hier nog twee deuren. De ene is de badkamer. Tje, badkamertje. We hebben een lichtbadje. Met een douchescherm. En een wastafeltje. Hallo. Onze spulletjes erin en in het kastje eronder heb ik eigenlijk alleen maar de toilettas liggen waar nu niks meer in zit. Dan heb ik daar wat reisflesjes met douchespullen zitten. En de douche. Dus nou, snel eruit. Zo spannend is dat natuurlijk allemaal niet. Hieronder hebben we onze schoenen staan. Je ziet het, we hebben niet zoveel bij ons meer. We hebben ook niet nodig. Nou, dit is echt het meest spannende hok van het hele appartement. Toilet. En dan lopen we hier door.
naar het belangrijkste gedeelte. Een kledingkast waar wij onze voorraad en zo in hebben zitten. Nog een spiegel. Hey Chris. Doei. Een gezellige eettafel. Een bank waarvan je ook een tweepersoons bed kunt maken. We hebben een balkon. Je ziet het is al wat later, maar we hebben uitzicht op de piste. Zal ik vast nog wel een keer laten zien. Wat krukjes en tafeltjes. En dan hebben we een klein keukentje. Vier pitten. Een kastje eronder, een heel klein koelkastje, een vaatwasser, ideaal. En daarboven ook nog wat ruimte. En dan als laatste hebben we hier achter deze kastdeuren onze slaapkamer zitten. Het bed al lekker met ons eigen beddengoed opgemaakt. Dus daar kunnen we vanavond lekker slapen. We houden de deur goed dicht, zodat het al lekker koel blijft. Zo. Nou, we hebben het brood al klaar liggen. Voor zo meteen, want dan komen de rest van de groep lekker bij ons eten. En we hebben ook worst als aperitiefje. En lekkere soep. Dus het wordt vast heel gezellig. Maar wie hadden dan? Wat is het cool? Wat is dat, Lisa? Wat zijn ze? Iets met veel alcohol. Je sais quelqu'un qui l'aime beaucoup. Il a fait des cadeaux. Ah oui. Tout à tu veux ça. En plus, il salue pas. Ouais. Tu veux ça. Comme quoi, j'ai bien misé. Oh. Bon, vous nous sauvez. Je tombe malade et je vais aller au dodo. Non, tu laisses tes cadeaux. Un petit dessert, Fabienne. Avant de draguer. Ah oui, si vous voulez. Allez, go. Et en même temps, je vais. Donc, ça, on est vraiment une déplace, on repart à zéro. Hein.
Hi hi. Nou, zoals je hier ook wel een beetje kunt zien, het gaat nogal tekeer met het weer. Voor de allereerste keer, voor al die jaren dat wij hier komen, zijn er vanochtend geen liften open in dit gebied. Nou, dat hebben we echt nog nooit meegemaakt. Maar het gaat ook wel echt tekeer. We zien wel wat het wordt vandaag. Dan halverwege het gebied. Het is niet heel warm, maar de temperatuur valt nog wel mee. Wat vandaag vooral heel erg tegenvalt is het zicht. En dat terwijl we toch ook wel, kijk maar, daar een beetje blauwe lucht hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je goed zicht hebt op de sneeuw. Het is eigenlijk ja, een beetje één witte massa. En als ik zo doe, dan zie jij één witte massa en je ziet geen heuveltjes, je ziet geen bultjes, je ziet geen sneeuwhompen. En dat is één van mijn valkuilen. Dus vanmorgen ben ik in eerste instantie niet gaan skiën. Chris wel, die is met Mark en Nancy meegegaan. En die kwam eigenlijk al heel snel terug naar het appartement, geblesseerd. Dat was heel jammer. Gelukkig een lichte blessure. Ik kan er gewoon mee lopen en... Hij denkt ook wel dat hij gewoon kan autorijden. Maar skiën, dat durft hij niet. Dus ja, dat is wel heel jammer. Maar toen stond ik in het appartement en het zicht begon eigenlijk iets beter te worden. En ik denk, ja, dit is geen afsluiting van de week. Want ja, morgen gaan we weer naar huis. Dus ik denk, ik ga toch even. Dus ik moet zeggen, het zicht is inderdaad niet bijzonder goed. Maar ik ben wel heel blij dat ik nog even gegaan ben. En even kijken hoe lang ik het in mijn eentje volhoud. Want ja, in je eentje skiën is ook niet heel erg leuk. Want tussendoor vind je het leuk om even te kletsen. Of elkaar te laten zien wat je geleerd hebt of wat je kunt. Dus het is wel lekker zo. Het had leuker geweest als Chris erbij was natuurlijk. Maar ik ga mooi de week afsluiten hier. Ik zal de camera draaien en dan laat ik nog een beetje zien hoe het er hier eigenlijk verder uitziet. Kijk, daar zie je ook al blauwe lucht, hè? Daar gaat de lift. Daar komt een andere lift aan. En daar is ons dal. Hoewel je van hieruit het dorp eigenlijk niet kunt zien liggen. Dus misschien dat ik straks nog even opnieuw film. Nu ben ik aan onze kant van het dorp, zou ik maar zeggen. Even laten zien. Daar is ons appartement. Kijken of ik het aan kan wijzen. Daar, net boven mijn vinger. Chris staat misschien nog wel voor het raam. Hoewel ik hem nu even niet zie. Oh jawel, daar is hij weer. Tegenover ons zijn ze het dak aan het schoonmaken. Daar is het grote dorp. En het skigebied waar ik vandaan kwam. Helemaal daarboven, daar stond ik zojuist.